Hoi, ik ben Josmijn. Dit is het café van mijn vader. Dit is mijn vader, uit Blaveur. In de coronatijd hebben we het best wel moeilijk gehad, omdat we het tweede keer niet dicht zijn. Ook komt er weinig geld binnen, omdat er geen of nauwelijks betaalde klanten zijn natuurlijk. Wel doen wij nog aan coffee to go, bezorgen en kunnen ook afhalen bij ons. We mogen heel misschien straks weer open. En dan is mijn vraag aan jullie, hoe denken jullie dat wij hier op een coronaproof manier weer open kunnen? En wat er allemaal moet gebeuren om dat goed te kunnen laten verlopen? Jasmijn heeft voor Nehalennia, haar oude school, een heel mooi filmpje gemaakt. En dat filmpje riep ze op aan leerlingen. Wat zou jij nou doen als je nu in de horeca werkt? Wat zijn de oplossingen dat je toch nog wat met die horeca kan doen? Nou, heel veel leerlingen konden kiezen. Ja, die hadden dus 7 keuzes. Iemand die in de zorg werkt, iemand die in de horeca werkt, in het museum. En de leerlingen hebben massaal gekozen om Jasmijn hele mooie gedichtjes, raadsels, puzzels en brieven te sturen. Maar jij bent dus 17 en jij werkt dus ook wel eens mee in de zaak? Ja, klopt. En dan, deze rare tijd is alles anders. Nu zit je ook in de zorg, toch? Ja, ik ben ook in de zorg, ja. Beste werknemer van Café Bommel. Ik kreeg het schrijven van deze brief als opdracht van school. Het leek me leuk om wat over mijn werk te mogen schrijven. Ik zou graag willen dat het café weer open kan, want dan kan ik zelf ook aan de slag bij de afwas en bij de bediening. Want een kleine pauze voor horeca is wel fijn, maar eigenlijk zie je dat door corona er heel veel verlies is gemaakt. Mensen kunnen nog wel bestellen, maar dat zou natuurlijk nooit zo kunnen zoals het normaal aantal gasten. Wij zouden dus graag willen dat de horeca weer open gaat en dat je dus gewoon met z'n allen zou kunnen werken. Alvast fijne kerstdag, gelukkig nieuwjaar en groetjes van Malou uit de afwas die hier dus ook gewoon werkt. En eigenlijk als je ze allemaal doorleest, kijk hier zie je dat ook, zie je, oh je mag wel even kijken. Ze hebben mooi papier gebruikt in ieder geval. Ja, dan zie je allemaal enthousiaste kinderen, leerlingen die zeggen, weet je wat, wij gaan gewoon voor Jasmijn schrijven. En we hopen allemaal dat de horeca weer snel open gaat, ja. Zodat ook mensen die hier heel hard hebben gewerkt, dat die ook weer heel hard kunnen gaan werken in de toekomst. Ja, leuk. Oh, ze hebben er echt iets leuks van gemaakt. Ja, ja. En dit is nog wel leuk om deze eventjes. Jasmijn, anders dan maak je deze zelf open, want kijk, hij zit nog verzegeld. Nou, dan hebben we een mooi momentje. Shine Bright. Hou je ook nog van dezelfde muziek als je vader? Sommige muziek. Dit is toch een Whitesnake shirt, of niet? Nou, volgens mij niet. Maar meestal, ik zei, waarom heb je geen Queen shirt aan, maar... Even of Metallica, Suicide of Tennessee. Ja, precies. Ik heb bij jouw filmpje gezien. Het is vervelend dat een café niet open kan. Misschien dat de tafels nog meer afstand houden en de stoelen verder uit elkaar staan dat het café open kan. En als mensen minder rondlopen. Ja, dat denk ik ook. Dat is wel een goede tip inderdaad. Tafels uit elkaar, stoelen verder uit elkaar. Dan kun je toch die afstand... Maar dat was al goed geregeld. Dat was al goed geregeld. Ja, dat is wel waar. Dat was al goed geregeld. Maar toch heeft de overheid toch gezegd van... We doen het niet. Misschien moeten we eens een brief schrijven naar de overheid. Ja. Kijk, er zijn ook allemaal kaartjes. Ja, kijk deze. Die wil zelfs dat je hem gaat volgen op de app. Op de? Ah, lees anders maar voor. Beste Jasmijn, ik snap dat uw familie het zwaar heeft in deze rare tijd. Daarom zou het mij een goed idee lijken om tussen elke tafel 2 meter te zetten. En maximaal 30 personen ligt aan de ruimte die ervoor is. Met vriendelijke groet, Silas Groeneveld. Voeg me snap. Oké. Nou, dankjewel Silas. Nu zit je niet op Snapchat. Ja, toevallig wel. Maar... Ja, niet voor je hoed van 15. Ja, dat is niet toegevoegd. Misschien wilt de verkering wel. Kijk, je ziet ook wel een heel simpel dingetje. Gewoon even een gebaar, dat is denk ik ook wel het belangrijkste. Gewoon Merry Christmas deze. Hartstikke leuk. Ja, het zijn gewoon allemaal warme dingen. Nou ja, superleuk. Ja. Alsjeblieft. En ik geef ze gewoon, hier zitten er heel veel in. En dan geef ik ze zo allemaal aan jullie. Nou, we zijn dus super blij mee. Ondanks alles, de plicht roept, jullie moeten gewoon gaan werken nu. Ja, wij gaan... Want jullie bezorgen, gaat dat allemaal goed? Ja, we hebben het daar gewoon druk mee en we bezorgen elke dag op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. En voor de rest kan je gewoon elke dag afhalen en daar hebben we het gewoon... En dat vind ik als oud-bibliothecaris ook fascinerend. Je krijgt er ook een boek bij of hoe werkt dat? Ja, als jij een boek wil, dan krijg jij een boek erbij. Mooi man. Veel succes mensen en bedankt voor de tijd.